voor eigen publiek op vrijdagavond met 1-0 winnen en dan ook nog de matchwinner zijn. Ja, hoe blij ben jij? Ja, ik ben wel heel erg blij eigenlijk. We wilden deze avond sowieso winnen met 3 punten hier in huis houden. En ja, niet een al te beste wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we hem toch onze kant op getrokken. En ik denk dat we daar maar gewoon naar moeten kijken. Lang zag het ernaar uit dat jullie hier vandaag op vrijdagavond bij Hurley de eerste punten van het seizoen zouden pakken. 8 minuten voor tijd die 1-0 dan tegen. Hoe zuur is het verlies hier? Ja, dit is wel echt heel zuur. Omdat ik echt vind, misschien de start van de wedstrijd was misschien voor Hurley. Maar ik vind daarna gewoon echt dat we hebben laten zien dat we echt mee konden doen met ze. En misschien wel meer. En dan is het wel heel zuur dat je zo'n bal niet via omhoog springt. En weet je, ja, echt gewoon, zeg maar, gewoon een kut goal dat je die tegenkrijgt. En dat is gewoon heel zuur. Omdat je, nou, je hier naartoe gaat en gewoon echt wel wat goeds op de mat legt. En dan zou het gewoon heel lekker zijn als je dan, ja, gewoon ook het eerste puntje van het seizoen pakt. En maar aan de andere kant denk ik dat we vooral ook verder moeten met wat we nu vandaag hebben laten zien. En dat we daaruit gewoon ook vertrouwen voor bijvoorbeeld zondag kunnen halen in de komende weken. Dus ja, het is nu even heel zuur. Maar uiteindelijk denk ik dat we er ook wel heel veel goede dingen uit kunnen halen. En dan valt die goal, hè? Weer, het is jouw tweede goal dit seizoen al, Laura. Ja, je moet erbij lachen. Maar hij viel, het was een beetje een vrommel goal, hè? Omschrijf hem eens. Ja, het was een corner. Hij werd op een gegeven moment volgens mij... Op de kop gebeurde er iets waardoor het niet meer lekker een corner werd. En op een gegeven moment ging Donkie ging een soort van rennen op het puntje. Toen dacht ik, oh nee, geef die bal. En uiteindelijk kwam hij een soort van... En toen dacht ik, rammen gewoon die goal. 4 wedstrijden, nog 0 punten. Ja, die punten moeten dan misschien wel zondag komen als Huizen bij jullie op bezoek komt, hè? Ja, nou zeker, zeker. Dat is natuurlijk echt een wedstrijd waar wel wat op het spel staat. Laten we heel eerlijk zijn, daar kunnen we moeilijk ook omheen. En dat 6-punten-wedstrijd, willen wij. Ja, nou, je kan er maar drie winnen natuurlijk. Maar ja, als je het zo wil noemen wel. Maar ik denk uiteindelijk dat we... Ja, natuurlijk heel goed weten zelf wat daar te winnen valt. En alleen ja, vandaag wilden we eerst gewoon winnen. En we zijn ook niet ja, vandaag met vandaag bezig geweest. En ik denk dat we het gewoon heel goed hebben gedaan. Alleen ja, dan is het gewoon heel zuur dat je zo in het laatste kwart dan net die goal zo tegenkrijgt. Terwijl je wel gewoon, nou ja, gewoon een goede pot op de mat legt. En nu wacht zondag dan de uitwedstrijd tegen Den Bosch. Een hele andere tegenstander, een zware wedstrijd. Daar zal het vuur nodig zijn van wat jullie vandaag in het vierde kwart lieten zien. Hoe kijk je uit naar zo'n uitduel met Den Bosch? Nou ja, het is op zich, we zijn lekker de underdog, dus op zich is dat wel lekker. En we gaan gewoon ons beste team neerzetten. Zeg maar wij als ieder individueel als beste. We zijn één team en ja, weet je, we hebben niks verliezen. Dus we gaan er gewoon voor.